Er zijn van die gelegenheden in de automotive branche die echt het predicaat traditie verdienen. En een van die tradities is natuurlijk de Oliebollen Magazine voor Automobiel Management. En voor mij best wel een eer, want dit jaar heb ik een lustrum te vieren. Het is namelijk de 15e keer dat ik een interview mag geven over de ambities van een werkzaamheden van het bedrijf waar ik voor werk. Nou, in die 15 jaar is het natuurlijk over allerlei verschillende bedrijven geweest. En het leukste interview, kan ik me nog herinneren, was met Robert Vijgenboom toen we samenwerkten voor Cars for Export. En daarna heb ik heel veel interviews ook met Egge Sellers, mijn goede vriend van Fleet Select, latere BCA, heb ik mogen geven hier in Brummen. Dus nogmaals, ik ben erg enthousiast dat ik ook dit jaar weer een verhaal mag vertellen over de ambities van Macadam. We zijn dit jaar explosief gegroeid. We hebben een enorm mooi jaar doorgemaakt. En ik wil graag dat ook opgetekend wordt natuurlijk.